De vijfde golf is begonnen. Grof, vulgair. Steeds gewelddadiger. En gevaarlijk. Nee, ja. Het is vaak een beetje een forum geworden voor onwaarheden. We zijn totaal niet gediplomeerd. Om opstoppingen te veroorzaken. Met wiens voeten zijn jullie nu eigenlijk aan het rammelen? Ik ben daar heel zeker van. Dat het systeem in elkaar zou storten. Zonder succes. Een lijk is op pad men dood. Maar het wijna. Sounds strange. Is er een politieke crisis in de maak? Niemand zegt het luid op, maar... Het domste dat gebeurde zijn tijden. Dat is in 1830. Beste mensen. Welkom bij De Preek. Mijn naam is Kaar. En vooruitgang kan u ook tot de rand van de afgrond leiden. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek, waar al het nieuws ex-cathedra komt. Ik zou u een gelukkig nieuwjaar kunnen wensen, maar het wordt geen gelukkig nieuwjaar. Een fascistische minderheid dwingt de absolute meerderheid tot slavernij en noemt het liberaal. Geld is niets meer waard dankzij petroleum en NFT's en er komt geen nieuwe content voor RDO. Desalniettemin ben ik weer mijn preek gestoelte opgestrompeld om u alles te vertellen wat u anders niet zou horen of kunnen schelen. We gaan beginnen met een erratum, niet dat ik iets fout gezegd heb, maar een oplettende kijker wees ons erop dat er misschien wel een andere reden achter de verdwijning van de YouTube dislike knop zit. Het zou gaan om het kanaal The White House. Het officiële kanaal van de Amerikaanse president heeft bijna 2 miljoen abonnees, maar geen percent kijkt ook werkelijk. Dit is natuurlijk allemaal speculatief. Misschien zitten er gewoon meer republikeinen op YouTube. Maar als we de ratio's van de laatste video's bekijken, is er een opvallend patroon. Maar dat Joe Biden een weinig geliefd president is, weten we al sinds 6 januari vorig jaar. 1 jaar geleden dat een menigte aanhangers van toenmalig president Donald Trump het Capitool bestormde. Sommige democraten, en de VRT bij extensie, zijn dit nog niet vergeten. De littekens van toen zijn nog niet geheeld. Daarom wordt Drie Koningen nu een herdenkingsdag. In het Huis van Afgevaardigden werd een minuut stilte gehouden. Dat is misschien niet geheel ongepast. Er zijn tenslotte doden gevallen. Wanneer een aantal heethoofden het glas breken van het Huis van Afgevaardigden, lost een veiligheidsagent een schot. Een vrouw van 35 wordt daarbij gedood. Maar zij was Trump-aanhanger, dus heeft het zelf gezocht. Dit moment van stilte is er enkel voor. Voor de 5 politieagenten die gestorven zijn kort na de bestorming. Dan hadden ze het evengoed op 7 januari kunnen doen. Ik vraag mij af of hun dood wel iets te maken heeft met die bestorming. 1 door een beroerte. Daar kan ik inkomen. Maar die 4 ander? 4 door zelfmoord. Was het PTSD of zagen zij het Biden-presidentschap ook niet zitten? Want de onvrede in Amerika is groot. Maar hoe komt dat eigenlijk? Bjorn? De fraude die door de Democraten was gepleegd, dat Joe Biden eigenlijk de leider was van een kindersexnetwerk. Oei, oei, dat is straffe taal. Sebiet gaat ons nog vertellen dat je ons een jaar lang een leugen hebt voorgehouden. Ja, het was een leugen, maar dat kunnen we niet zeggen. Ettelijke Amerikanen vonden die bestorming lang niet zo rampzalig. 10% om juist te zijn. En voor wie niet kan rekenen, is er Bjorn. 30 miljoen Amerikanen, dat is 1 op de 10. En dat zijn er dus tientallen miljoenen. El Scott draait zich om in zijn graf. Maar klachten aan de VRT-taaladviseur zijde, blijft de verdeeldheid wel heel groot. De democratische parlementsleden hielden een herdenkingswaken op de trappen van het Capitool. De meeste republikeinse politici negeerden alle herdenkingsplechtigheden. Mag ik u erop wijzen dat de democraten alle macht in handen hebben? Het spook dat Trump achterliet wordt nu gebruikt door de regerende partij om de mensen schrik aan te jagen jegens de niet-regerende partij. We zijn bang voor onze eigen veiligheid, die van ons gezin. Als je echt angst wilt propageren, kijk je beter naar het oosten. Moskou heeft intussen 100.000 soldaten verzameld aan de grens met Oekraïne. De Russen staan voor de deur. Het gevaar is klaar en present. Rusland heeft tienduizenden militairen naar de grenszone gestuurd. Als we niet snel actie ondernemen, gaan er weer mensen verhongeren. In dat geval, zegt Duitsland, zullen we de pas aangelegde gaspijpleiding Nord Stream 2 niet in gebruik nemen. Dat is niet wat ik bedoel met
actie. Misschien kan de EU hier iets aan doen. De Europese Unie bereidt zware sancties voor tegen Rusland en werkt daarvoor samen met de Verenigde Staten. Nee. Op die laatste kunnen we niet meer rekenen. De bevrijders houden liever een onderrondje. The UK, Australia and the US. AUKUS. Tja, in een boek heette dat Oceanië. Maar zijn we nu allemaal gekloot? The risk of war is now greater than ever before. Daar lijkt het toch op. Poetin zei dat Rusland militair zal reageren als de in zijn ogen westerse agressie aanhoudt. Poetin heeft heel kleine oogjes. Dan kunnen we heel zeker zijn dat Rusland Oekraïne zal aanvallen. Zo kunnen de Verenigde Staten van Eurasië van start gaan. De droom van Stalin. Tijdens het bewind van Jozef Stalin in de jaren 30 en 40 werden miljoenen mensen omgebracht. Maar misschien is de echte vijand al lang binnen. Met de komst van de vele, vele Nederlanders. Je vraagt u af wat die kaaskoppen hier komen doen. Lekker eens eten. Lekker shoppen. Ga zo lekker biertje drinken. Maar als ze hier enkel zijn om de clichés te bevestigen... Volgens sommige handelaars waren de Nederlanders wel zuinig. Waarom zijn ze dan gewapend? Een cracking beast in de Temptation, met Poolse pijlen en 4 stuks mortierpijlen. Je denkt dat ik hiermee aan het lachen ben, maar deze inval heeft drastische gevolgen. Veel verkeer, mensen die in de weg lopen, kunnen nergens rustig gaan lunchen. Enfin, we zullen het ze vergeven. De lockdown in Nederland duurt nu al 4 weken. En bij ons is alles open en alles mag. Je moet wel voorzichtig zijn. En zo komen we naadloos bij het COVID-nieuws, waar ik enkel goede zaken te melden heb. De komende weken zullen elke dag 10.000 mensen besmet geraken met de Omicron-variant. Want Omicron is besmettelijker dan de andere letters. Maar weinigen worden er zwaar ziek van. Waardoor er volgens sommige bronnen een wereldwijde groepsimmuniteit zou ontstaan. In het ziekenhuis blijft alles min of meer onder controle. Ik ben geen dokter en al zeker geen veearts. Maar die heeft hier ook niet veel over te zeggen. Toch geen verklaring van Steven van Gucht. Ondanks dit stilzwijgen nemen de coronazies willekeurige maatregelen om de mensen te verwarren. Is de cultuursector open? Wie zal het zeggen? Over activiteiten binnen en cultuur maakt daar deel van uit. Nu, horeca in ieder... is ongemoeid gelaten, hè? Maar horeca zijn de regels die van toepassing zijn. In die de cultuursector daarvoor was dat ook zo. Van... Ik vermoed dat Wim ticketjes had voor het ballet. En het waren verdomd goede plaatsen. U kan mij niet kwalijk nemen dat op het moment van onzekerheid dat de keuze gemaakt is om voorzichtig te zijn. Ga jij het terugbetalen misschien? Die verantwoordelijkheid wil ik niet hebben. Hoe dit land omgaat met deze pandemie is aan en uit. Zwart en wit, warm en kou. Het is gelijk zo'n spellement dat omhoog en omlaag gaat. Jojo-beleid? De enige constante blijft de liggende overheid. Jojo-beleid? Wij zijn een van de landen met het meest stabiele beleid dat er geweest is doorheen Europa. Als je een leugen vaak genoeg herhaalt, wordt het uiteindelijk waarheid. Nee, het kenmerk van ons beleid is het feit geweest dat het eigenlijk heel stabiel geweest is. Het enige kenmerk van uw beleid is dat je doet wat je wilt met mensen die niet eens verkozen zijn en nooit verantwoording moeten afleggen. Ik ben blij om in een rechtsstaat te leven waarin een politicus af en toe ter verantwoording kan geroepen worden. Daar heb ik geen probleem mee. Af en toe. De regering, de Croo en het coronabeleid zou de hele tijd moeten bekritiseerd worden. Ook de komende jaren. Corona gaat niet weg. Ze spreken nu al over 2025. De besmettingscijfers van 2025... Maar geen nood, er is een plan. Noodplan. In het geval dat de ziekenhuizen overvol liggen, zal er getrieerd worden. Wie heeft hier nood aan dringende zorg? Wie heeft er nood aan niet dringende zorg? Wie is er gevaccineerd? Wie heeft er geprotesteerd? De overheid eindelijk luistert naar dat signaal van 100.000 mensen die de vorige keer op straat zijn gekomen. De overheid zegt, we luisteren naar het signaal van de miljoenen die de regels volgen. Domme omroep met uw drogredenen. Een stille meerderheid betekent niet zozeer het akkoord van de bevolking, maar veel eerder de onderdrukking. Straks gaat je Noord-Korea nog een paradijs noemen. Nu een onderwerp dat mij heel nauw aan het hart ligt. Weinig opbeurende cijfers over partnergeweld. Ik kan niets positiefs zeggen over vrouwendoekerij, maar het gaat niet eens om toeken. De oproepen kwamen vooral van vrouwen en mannen die te maken krijgen met emotionele mishandeling. Hoe kunt je dat zien? Het is belangrijk om signalen van partnergeweld op te pikken.
En daar kunnen kappers een belangrijke rol spelen. Nu ben ik niet mee. Kan er iemand mij dit uitleggen? Bij voorkeur een overrijpe seksuologe. Kappers hebben een vertrouwensrelatie. Ze zijn ideaal geplaatst om dit soort verhalen te aanhoren. En heel vaak zijn slachtoffers geïsoleerd, maar gaan ze wel nog naar de kapper. Maar wat als uw vrouw uw haar knipt? Eerst krijgt je een scheve koep en daarna... in elkaar geslagen. Het zou misschien ook helpen moest de lijn partnergeweld niet enkel bereikbaar zijn tijdens de kantooruren. Hoe weet ik dit? Ik ben aan het knipperen. Nu volgt er nog nieuws over de stiefbroer van Delphine Boel. En ja, ik heb mijn woorden juist gekozen. Prins Laurent is samen met een dierenarts op pad geweest in Brussel. Naar jaarlijkse gewoonte trok de bastaard van Paola de straten in om daklozen te helpen. Niet rechtstreeks, natuurlijk. En direct voor jou, maar surtout voor lui. Aldo Junior legt het uit in te veel woorden. Nous sommes ici pour aider ceux qui ont moins de chance et qui sont accompagnés de chiens. Oh, de chat. Nu, de nond is heel belangrijk, want als de nond geholpen is, is de mens geholpen. Logisch, toch? Als wij de honden van deze mensen helpen, dan helpen wij ook de persoon. Zo logisch lijkt het ook voor de daklozen. Oei, dat is een moeilijke zaak. Natuurlijk, Laurent is geadopteerd door Albert II, dus je zou denken dat hij meer dan geld genoeg heeft. Het probleem is dat wij alleen maar middelen hebben voor de hond. Maar herinnert u ook dat hij miljoenen is kwijtgeraakt aan Gaddafi? Volgens prins Laurent is Libië het contract niet nagekomen. In totaal 50 miljoen euro. Dit bovenop de pesterijen die hij al jarenlang ervaart. Depuis mon plus jeune âge, je l'ai connu à l'école et je trouve ça à 55 ans vraiment lassant. Maken de halfbroer van de koning eerder fatalistisch? Ik zou graag dat er geen stichting zou zijn. Dus misschien moet hij er gewoon een eind aan maken. Je vous cache pas que mon grand rêve est de quitter tout ce monde. In Minecraft. Omdat veel kijkers er ons om smeken, hebben we besloten om eenmalig een geliefde rubriek terug te brengen. Is dit wat je wou? In de staat van Jihad kijken we naar het doen en laten van de ondertussen ex-social media redacteur van de VRT, Jihad van Puimdonk. Van Puimbroek. Ik vind nog steeds een rare naam. Jihad is ondertussen teruggevlucht naar de Vlaamse Jeugdraad en de ambassade. Misschien door die laatste keer dat we haar werk bekeken, waar ze eerder vuil gebekt bleek. Aan de jarenlange traditie van kussende bloemenhoeren op het podium komt een einde. Bloemenhoeren! Om haar terug interessant te maken, kondigde ze op haar Twitter aan dat ze zich burgerlijke partij stelt in de zaak tegen Schild en Vrienden. Ik ga dat allemaal niet lezen. Gelukkig heeft ze een interview gegeven. En dat klonk min of meer zo. Nee. Ja, ja. Jihad kwam haar verhaal doen op een Vlaams YouTube-kanaal genaamd Zwijgen is geen optie. Een kanaal dat ons liever niet zegt hoeveel abonnees ze hebben. Zwijgen is kennelijk wel een optie. De video werd snel meer dan 1000 keer bekeken en kreeg een commentaar die heel positief was. Bovendien had de video geen dislikes, ook geen likes. Dus het moet wel een goede video zijn. Wij hebben hem bekeken, zodat jij het niet hoeft te doen. Het begint met Jonas Geirnaert van den Aldi aan het bedelen. Vind je dat we meer mensen zoals Jihad bij ons aan tafel moeten uitnodigen? Je weet wat je moet doen. Mecenas worden van Zwijgen is geen optie. Is helemaal niet zo moeilijk. Surf naar zwijgenisgeenoptie.be/mecenaat. Het valt te vermelden dat mecenas de kunst steunde. Als je echt pretentieus wilt overkomen, noem je Patreon een mecenaat. Maar het gaat hier over Jihad. Haar kochte de werkstelling bij de VRT en de open kritiek die haar overviel. Ik weet gewoon 100%. Als ik Jolien van Puimbroek was, dan was ik daar gewoon gaan werken en nobody gives a fuck. Zou Jolien ook het woord bloemenhoeren hebben gebruikt? Het is duidelijk waarom de VRT haar een kans heeft gegeven. Zij is... een vrouw, een moslima, iemand van Marokkaanse origine, die heel geëngageerd is, ook wel besproken, ambitieus. Maar duidelijk niet ambitieus genoeg om op te letten tijdens de les Nederlands. Het woord dat ze dient te gebruiken is wel besproken.
bespraakt, niet wel besproken. Moest ze slimmer zijn, zou ze de ironie hiervan snappen. Haar verwaandheid is groter dan haar talenkennis. Ik ben aangenomen omdat ik de persoon ben die daar het meest geschikt en competent voor is, maar ik moet mij bewijzen. Dat heeft niets te maken met arrogantie of ego. Ik heb dat gekregen omdat ik ben wie ik ben en omdat ik wist dat ik dat kan. Na 15 minuten spreken over haarzelf kwam ze eindelijk ter zake. Dat ik mijn burgerlijke partij ga stellen in de zaak van Schild en Vrienden. En misschien bedoelde ze wel iets anders met het woord wel besproken. Om ook te zien wat is daar over mij gezegd. Allee, eigenlijk gewoon de cash van de geheime groepen, zeg maar. Met 200 pagina's gesprekken over mij. Dat iemand daarover zou zeggen dat oké is. Het is oké om over andere mensen te praten. Het gebeurt de hele tijd. En het is geen misdrijf. Ook al vindt deze hypocriete ambassadeur van wel. Het is een probleem. Die online hate speech, die gecoördineerde aanvallen, die belaging. Gelijk de belaging van uw kameraad die een DMCA bij YouTube indiende om onze video offline te halen. Hebt gij toen ook niet over ons gesproken? Chacus, Jihad. Gij staat niet boven kritiek omdat je een kleurtje hebt. Lage verwachtingen kunnen ook racisme zijn. Uw spiel lijkt enkel te werken op soja, jongens, met blanke schuld. Als ik me inbeeld dat elke keer als iemand van kleur gewoon verschijnt in de media, dat hij zich eigenlijk moet verwachten aan zowat racistische opmerkingen of gewoon een negatieve backlash. Fragiel wit, zowat. Soja, jongens, met te weinig geld. Als je mee mecenas wordt van Zwijgen is geen optie, dan gaan ze daar financieel mee steunt. Dit doet mij eraan denken, wij hebben een Patreon en een Teespring waar nieuwe marchandise beschikbaar is. Jihad en Niele hebben, net als Schild en Vrienden, hun recht van vrije meningsuiting. Maar dat recht is niet weggelegd voor onze op één na favoriete dokter. Jeff Hoijbergs. Voor moest je het niet mee weten, in 2019 heeft de plastieke arts dit gezegd. Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming. Zeg, heeft Jihad dit ondertiteld misschien? Maar goed, Hoijbergs heeft vrouwenvriendelijke opmerkingen gemaakt voor een zeer beperkt publiek. Hoijbergs maakte de seksistische opmerkingen op een lezing van de Vlaamse studentenvereniging KVHV. Zijn lezing werd opgenomen en vervolgens gepubliceerd door een lid van de Koninklijke Vereniging voor Otijne Vondelingen. De verontwaardiging was toen groot. Ik herinner mij vooral de verontwaardiging bij mensen die niet weten hoe ze een video moeten stoppen. Jeff Hoijbergs heeft niemand gedwongen om te luisteren. Hij heeft geen sms'ke gestuurd en hij kwam niet op Sportza. Maar de hysterici zijn er toch in geslaagd. De rechter heeft hem veroordeeld voor seksisme en aanzetten tot haat, geweld en discriminatie. De suffragettes geven hem maar al te graag 10 maanden cel, de helft met uitstel. Met daarbovenop 5 jaar ontzet uit zijn recht om een openbaar ambt te bekleden. En als kers op de taart 8000 euro boete. Een kleine 1500 gaat trouwens naar de aanklagers van Bart de Pauw. Onder andere het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen krijgt een schadevergoeding van 1489 euro. 1 symbolische euro voor elke persoon die er een klacht heeft. Maar als de misogyne dokter moet dokken, moet ik als misantroop dan 7 miljard betalen? Nee, kwartiermeesters hebben geen voorbeeldfunctie. Maar Hoijbergs, die arts is en wiens opdracht zou moeten zijn mensen te helpen, werkt op die manier fysiek en psychisch geweld tegen vrouwen in de hand. En hij zou beter moeten weten. Uitgerekend een arts zich aan dat soort misdrijven schuldig maakt. Ook al gaat het hier om de tettendokter die op de VTM kwam. Iedereen had de kans om te interpelleren. Iedereen had de kans om te zeggen, Hoijbergs, je bent een gek. Naar mijn mening heeft hij geen enkele wet overtreden. En naar zijn mening ook. Jeff Hoijbergs zelf zegt dat hij geen enkele wet overtreden heeft. Ondertussen gaat hij in beroep en organiseert hij zijn eigen protest. Ik hoop dat het hem lukt, want het blijft een aanval op het vrije woord. Dit is een beerput geworden van een gestoord extremisme. En we gaan er eens iets moeten aan doen met z'n allen, want die verzeiken ons het leven. En in de gevangenis zou hij zelf zijn benen mogen opendoen. Tot slot wil ik het nog hebben over uw facturen. Er komt maar geen einde aan de prijsstijgingen voor energie. Ook dit is weer de schuld van de kleurrijke regering. In principe wil de regering De Croo alle kerncentrales sluiten. De verouderde
wolkenfabrieken moeten plaatsmaken voor moderniteit. Gascentrales zullen dan ervoor moeten zorgen dat het licht niet uitgaat. Vooruitgang kunt je niet tegenhouden, ook al zijn kerncentrales bijna volledig klimaatneutraal. 5,1 gram CO2 per kilowattuur aangemaakte stroom, om precies te zijn. Gascentrales zijn ouder en vervuilender. Aan het staartje bungelen de gascentrales en de steenkoolcentrales. Je zou dus denken, hou de kerncentrales gewoon open. Extending the lifetime of nuclear power plants is probably the best way to keep our CO2 emissions low. Maar dat kan niet, zegt Elektra wel. Volgens Engie is het te laat om na 2025 nog 2 kernreactoren open te houden. Ze bouwen liever gascentrales en liefst zoveel mogelijk. De stroomproducenten zeggen dat 2 nieuwe gascentrales niet zullen volstaan om de kernuitstap in ons land op te vangen. Want ze gaan er nog aan verdienen. Engie krijgt subsidies voor een gascentrale. Dit gebeurt allemaal onder de auspiciën van de federale minister van Energie, Tineke van der Straten van Groen. Deze boomknuffelaar verkiest hogere CO2-uitstoot uit angst die haar werd aangedaan door de Simpsons, of ze krijgt steekpenningen. Omkoperij, het is een dieptepunt. Als wij nu allemaal als holbewoners gaan leven, kan zij ons verzekeren dat dit niet op de factuur van de mensen komt. Maar wie deze winter wil verwarmen, zal gauw merken dat onze energie sowieso duurder wordt wel. Op levensnoodzakelijke middelen, zoals water, brood en boeken, betaalt je 6% BTW. Een oplossing voor de stijgende energieprijzen zou dus kunnen zijn de BTW op onze energiefactuur te doen dalen van 21 naar 6%. Licht en warmte zal altijd levensnoodzakelijk zijn. Altijd. Maar niet voor de tjeven. Altijd beter dat die tijdelijk is. En de Groenen hebben het altijd al als luxeproduct gezien. De Groenen waren altijd tegen een lage BTW op gas of elektriciteit. Maar omdat ze toch niet willen dat er mensen sterven van de kou, komen ze met hun eigen oplossing. Een energiepremie van 200 à 220 euro. Liever dat dan een BTW-verlaging, zegt Groen. Met die 220 euro per jaar kun je die gascentrales niet bouwen. Waarschijnlijk kun je niet eens Tineke haar pre betalen. Omkoperij, het is een dieptepunt. Uw kosten zouden stijgen, net als de CO2-uitstoot, dankzij de zogezegde groene partij. Leugenaars, wat hebben we vandaag geleerd? We hebben ook wel iets geleerd, natuurlijk. 1. AUKUS laat ons vallen uit schrik voor Russen en Hollanders. 2. De besmettingen stijgen bijna zo snel als de energieprijzen. Daar kun je ziek van worden. 3. Ik mag niet meer naar de coiffeur. Hartelijk dank om alweer te kijken naar dit scheefgeknipt choken. Like en abonneer ons Missenaat, hoeft je niet te steunen. Ik zie u graag een volgende keer terug en ik laat u nog met de nieuwjaarswensen van de premier. We nemen afscheid van de toekomst. Subscribe to Hut Vettug Quartierka. Do it now.